Yo, wat up gasten! En daar ben ik weer op jouw beeldscherm. We gaan het vandaag hebben over 24/7. En 24/7 is het tv-programma van BNN. Die mensen van 24/7 belden mij een paar weken geleden op. En ze zeiden zo tegen mij dat ze knap iemand nodig hadden voor de tv. Dus ik zei direct, je bent verkeerd verbonden. Toen hun dat zeiden, zei ik natuurlijk direct, ja, ik ken wel iemand. En wie ben ik dan om te zeggen dat ze mij niet mogen interviewen, hè? En toen kwam afgelopen week BNN bij mij langs. Dat is een koe. En als een programma als 24/7 bij je langskomt, moet je jezelf altijd eerst goed klaarmaken. Zo. Ah. Na die hele leidersweg van één keer per jaar jezelf verfrissen kwam het magische moment. 24/7 kwam langs. Ja, goedemiddag lieve kijkers. Ik ben hier in het allergrootste flat van Deventer. En waar ben ik hier voor? Nou, wij hebben een erelid voor onze stichting, namelijk de Stichting voor Oost-Indische Egels. En die stichting die kiest ieder jaar een erelid uit. En het erelid zit dus in dit flat. Hier zit onze erelid. Wat een clubprogramma is dit dan? Wat zei je daar? Wat? Wat? Kan je mij verstaan? Ja, Pik, ik hoor je wel. Nee, ik ben niet debiel. Ik hoor heel goed wat jij zegt. Oh, sorry man. Leuk programma. Als je nog één keer zo'n opmerking maakt, dan kom ik bij je langs. En je weet wat dat betekent, Pik? Nee, ik weet wat dat betekent. En ik zal het afkijken, ja. Oké, nou, dat is mooi. Dan gaan we door naar het nieuwe burger-erelid. Hè? Gezellig. Een hele goeiemiddag. Oh, hey. Timmetje Knol, hoe gaat het man? Ik heb gisteren jouw vriendin nog aan liggen douwen. Serieus, Matthijs van Nieuwkerk? Nou, ik heb gisteren jouw vriend lopen ketsen als een malle bloede hechting en alles, jongen. Weet je wat? Een appel om het goed te maken. Nee man, dat is een sinaasappel, idioot. Als je echt goed kijkt, zou je zien dat het een persik is, hoor. Verdomd, je hebt gelijk. Het is een watermeloen. Fijne middag, Tim. Hoi. Hey, is cool man, later. Sukkel, kijk mijn programma af. Wat? Hou die banaan zelf maar! Uiteindelijk na het hele abrikozengevecht waren ze toch nog binnen. Ze hebben een heel proces om een video te maken een dag lang gevolgd. Oorspronkelijk wou ik met hun 10 don'ts voor de tv maken. Alleen die waren voor mij iets te simpel. Ik kwam niet verder dan recht voor de tv zitten zodat niemand anders het kan zien. In slaap vallen voor de tv. Zeggen dat Paul de Leeuw het nog steeds in zich heeft om een goede presentator te zijn. Heel erg hard voor de tv bellen zodat niemand anders het kan horen. Stiekem willen kijken naar Boer zoekt vrouw. Of gewoon in je eentje huilen voor de tv omdat je zelf geen vrienden hebt. Ik ben de enige die dat doet? Oh. In ieder geval gasten, het gaat allemaal om het idee. Niet arrogant bedoeld, maar volgens mij heb ik dat interview perfect gedaan. Kijk maar. Ja, en zo ziet het leven van een YouTube-ster er dus uit. Ik zeg terug naar de studio. Hm? Sorry, wat zei je man? Ik zeg terug naar de studio. Nee, ik blijf hier, dankjewel. Nee? Wat? Maar we gaan terug naar de studio. Nee, ik heb niet de tijd met dat kut hier net. Het is allemaal flikker op, man. Hij vindt het niet zo leuk. Hier, en trouwens, hier je banaan terug. Op lul. Fuck it, man. Wauw. Yo, what up gasten. En wat vond jij van de video? Vond je net zo leuk als mij? Ja, oh, tof. Dank je man. Om direct met de deur in huis te vallen. Geen zorgen, ik geef je een nieuwe deur. Aangezien ik de Pokémon Boskaart met kwijt ben, geef ik gewoon een Pokémon kaarten weg uit zo'n hoesje. Dit is heel oud. Ik heb hier gewoon nog een Mew kaart van de bioscoop toen het daar. Maar mensen, hoe kan je in godsnaam zo'n vette Pokémon kaart winnen? Nou, je moet deze video toevoegen, je favorieten geabonneerd zijn op mij en een reactie achterlaten. Als je het allemaal hebt gedaan, maak jij kans op een van die vette Pokémon kaarten. Vergeet deze video niet te delen via Twitter, Hives, Facebook, Habbo Hotel, Hotmail, MSN, alles gewoon. Doe het even. En stuur deze video dan met name door naar de mensen die ademen. Je kent ze wel. Ik ken het toevallig heel veel. Ik heb hem naar iedereen doorgestuurd. Dus doen. Alle video's rechts van mij zijn klikbaar. En ik wil natuurlijk ook even BNN bedanken voor het meespelen in deze video. En dan niet per se BNN, maar het programma 24/7. Elke maandag en elke vrijdag is dat te zien om 11:15 op Nederland 3. En vandaag is de allereerste uitzending. En hun hebben mij daarvoor gevraagd voor de allereerste uitzending. Dankjewel daarvoor. Dus maandag 11:15 ben ik op Nederland 3 te zien bij 24/7. En check het. Nogmaals, de video's rechts van mij zijn klikbaar. Abonneer op mij doe je hierboven. Delen met al je vrienden. En dan check ik jullie later.